Yo mensen, het Loot hier en welkom bij een nieuwe Detroit Become Human aflevering hier op mijn kanaal. En vandaag gaan we weer verder waar we vorige week gebleven waren. Namelijk, vorige keer moesten wij een soort moord oplossen. En hebben wij natuurlijk het huis helemaal schoongemaakt en allerlei dingen gedaan. En nu gaan we ook volgens mij weer een moord oplossen. Dus we gaan gewoon beginnen. Gaan we uitstappen. Josh Douglas for Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Als het goed is, wordt hij nu geïnterviewd. Dat moet natuurlijk niet gebeuren, want wij gaan hem gewoon achtervolgen. They don't tell us shit. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. Yes. What part of stay in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. The tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That's when he found the body. We're gewoon achteraan. Jesus, that smell. It was even worse before we opened the windows. The victim's name's Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw him. Well, state he's in. Wasn't worth calling. Rux, of what is it? When everybody out in the middle of the night. Het slachtoffer gebruikte drugs, ja. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked. Locked from the inside. Het bloed van Carlos. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we volgens arrived. De buren had hij er één. I gotta get some air. Aanjazeren. Gaan we. Geen vingerafdrukken. Dan kan het dus ook een android zijn geweest. Diefstal en geweldpleging. Stoel ligt op de grond. Carlos, zijn vingerafdrukken zitten op de honkbalknuppel. Oeh, dat is wel verdacht. Er zit alleen een deuk in. Dan kunnen wij de reconstructie bekijken van wat er is gebeurd. Deviant pakte het mes. Deviant was aangevallen, een emotionele schok. Oké. Dan hebben we dat.
we're too neat. No human rights like this. Zijn er nog meer dingen? Hier is nog iets. Oh, ik denk dat we dat maar even weer terugleggen. Ja. Hier is ook nog wat. Opgedroogd bloed van Carlos 19 dagen geleden. Dat is al een tijdje. Nu is het op slot. Chris, I want full analysis on the narcotics. Consider it done, Lieutenant. Dat is ook niet heel veel wat erin zit. Hey Mike, you finished taking samples there? Dat was dus een beetje een gek mannetje, als ik het alles zo bekijk. We kunnen nog iets in de keuken onderzoeken. Even kijken. Onderzoek het slachtoffer. Dat gaan we eerst denk ik maar eens doen. Waar is het slachtoffer überhaupt? Is dat hierheen, meneer? Jawel. Openen. Ik weet niet wat hij hier allemaal heeft gedaan, maar het ziet er niet heel erg lekker uit of zo. Dit dan? Religieus offer. Misschien dat een gebaar? Ik weet niet, is hij, ik weet niet of hij gelovig is. Dat weet ik niet. Het zal ook allemaal wel. Ik vind wel dat het een beetje vreemd is allemaal. Lopen er even rustig langs. Onderzoek. Dan gaan we hem eventjes onderzoeken. ...28 steekwonden. En zoals het eerder al had gezegd, hij ligt hier al 19 dagen lang. Oké. Okay. Nou, hij is overleden. Hij was 1,68. Dat zal... de vinger afdrukken, ja. Dan kunnen we ook de reconstructie nabootsen. Slachtoffer is neergestoken, ja. Hij viel dus over zijn eigen bier heen. Oh, wauw. Dat is een goeie. Tjongejong. Hij is neergestoken. Ja. Seems like the killer really had it in for. Ja. Don't worry. No one wants to stay here a minute longer than they have to. Gewoon normale letters. Onderzoek het slachtoffer. Ja, dat hebben we al gedaan. Alleen... dat heb ik al bekeken, meneer. Ik zie niks meer.
Helemaal niets. Het is een beetje raar allemaal hier. Ga het toch nog maar eens even goed bekijken. Want ik denk niet dat we hier nu al klaar zijn, als ik eerlijk ben. Hij is echt vaak gestoken hoor. Oi, 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 oi. Hij kwam uit de keuken. Oké, dan weten we dat ook. En als het goed is, hebben wij nu alles onderzocht. Alright. Bewijs bekijken. I'm alive. Ah, dat weten we niet. Moet ik nog even goed bekijken, hè? Dat hebben we al zo goed als bekeken. En daar ontbrak een mes. Zo goed ik zag. Er staat een raampje open. Verder is hier volgens mij niet heel veel meer te bekijken als ik het... Hier ook niks. Nee, ik denk dat we maar de andere kant op gaan lopen. Ja, hier is verder helaas ook niks meer. Ik weet wel dat deze man een beetje raar was. Er zit ook bloed op de muren overal. Jongen, jongen. Hebben we al bekeken? Is er dan iets wat wij hebben gemist? Lijkt me niet dat we naar buiten moeten, of wel, vriend? Praten. I think I figured out what happened. Oh yeah? Yes. Shoot, I'm all ears. It all started. Het begon allemaal in de keuken. In the kitchen. There are obvious signs of a struggle. The question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. Yeah. Met de knuppel. With the bat. Lines up with the evidence. Go on. De android stak de slachtoffer, de andere gooide de stoel, de andere stak de ja. The victim stabbed the android. No, that can't be right. It doesn't fit the evidence. Volgens mij heb ik de verkeerde keuze gemaakt. Ja, het is deze. Ik koos de verkeerde. Dat is natuurlijk niet zo handig, hè? Ik moest de bovenste kiezen. Er zit een tijd aan en daar moet je eigenlijk aan voldoen. De woonkamer, de tool, de badkamer, de woonkamer. Dat klopt. En toen is hij gevallen over zijn eigen bier heen en toen viel hij als het ware tegen de grond aan. Dat maakt zin. De android murdered the victim. Met mes. With the knife. En daarna is hij 28 keer neergestoken. The theory is not totally ridiculous. It doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some theory. Some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers Android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Okay.
But I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Zoek de deviant. Zoek de sporen van blauw bloed. Dat moeten wij, als het goed is, nu gaan volgen. Hij is deze kant op gelopen. Is hij deze kant verder naar links gegaan? Wacht eens heel eventjes. Volgens mij zit hier wat. Een ladder werd gebruikt. Oké. Okay. Hij is hier wel geweest. Misschien zit hij hier nog. Hij hier nog wel. Vind iets om op te klimmen. Ho, wacht zo eventjes. In de woonkamer zag ik een stoel staan. Of in de keuken. Kijk. Wat als ik deze... Kan ik deze stoel even pakken? Hey. What are you doing with that chair? I'm going to check something. I'm going to check something. Ook zo droog, jongen. Check something. Ik hou ervan. Gaan we erop? Doorzoek de zolder. Hij zit hier nog, denk ik hoor. Ja, zie je wel, ik wist het. Ik wist het, jongen. Waar ben je? Oh my. Deviant is gevonden. I was just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant! Oh shit. Chris! Droog. Get your asses in here now! Oh shit. Come on! Sorry bro. We kunnen hem niet laten gaan. We kunnen hem ook stiekem gewoon weg laten gaan. Maar dan krijgen wij een heel groot probleem. Dus dat werkt ook niet. Maar dan hebben wij eigenlijk gewoon een groot probleem. Is hij er vandoor, weet je? Dan verliezen wij onze baan. En wij hebben gewoon... Wij moeten alles opvolgen wat zij zeggen. En als we dat niet doen, dan, of wij hebben een groot probleem. Als het goed is, zijn we niet ook weer terug bij Kara. 5 november. Todd. Ah, schrok, jongen. Dinner is ready. Hij is aan de drugs, joh. Yeah, I'm coming. Jongen, jongen, man. Serveer het eten. Spaghetti, lekker. There wasn't much in the kitchen. I did what I could.
Doe het licht aan. Als het goed is, het knopje hierachter. Dat had ik al gezien. We dien Alice en Todd. Nou, laten we maar eerst even het water even bijschenken. I lost my job because of androids. Then I need somebody to take care of this goddamn house. What do I do? I go out and hire a fucking android. What a joke. Of course, androids are so fucking wonderful. They never fail. They're never tired. They're never sad. They're so fucking perfect, they ruined my fucking life! What are you looking at? What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off! You should stop taking drugs, Todd. See, why is it drugs? Fucking bitch took off without a word. Gaan helemaal gek te worden, joh. Walked out on me for a fucking account! Hey, joh. It's all your fault. Daddy, no. It's all your fucking fault! Wat gek, joh. Come back here. Come back here right now. Yes! It's all her fault. I know it's her fault. You stay there. Oh, ik wou net naar boven gaan lopen, vriend. Maar zie je wel, hij had ons vorige keer gewoon eens gesloopt. Hij zei dat we voor de auto waren beland, maar dat is dus niet zo. We gaan gewoon proberen weg te komen, vriend. Ik blijf hier niet. We gaan gewoon proberen weg te komen. Tegen de regels in, maakt niet uit. Nu moeten we ze breken. Oké, okay. Go. Go, naar boven. Bescherm Alice. Dat gaan we doen. We lopen naar het wapen toe. Wat gaan we kiezen? We gaan naar boven. Want we gaan hem niet kunnen overtuigen. Want hij is al boos. Hij is al tegen de androids. Dat gaan we dus niet doen. Oh, andere kant op. Andere kant op. Volgens mij moeten we hier naartoe. Oké, we moeten nog eventjes door. Naar binnen gaan. Go. Pak dat wapen. Waar is dat? Ligt hier. Als het goed is, ergens toch? He's coming. He's gonna hurt me. Run! Get away! Or he's gonna break you like last time. Vluchten met Alice. Vluchten. We gaan proberen te vluchten. You're coming with me. Go. Verstop je in een andere kamer. Uh-oh. Verstoppen. Go. Verstoppen. Doe iets. Uh-oh. What the fuck are you doing here? I gave you an order. No. I won't let you hurt her. Uh-oh. You won't let me. She's mine. I do what I want with her! Wat gek! No! Wat gek, joh! Go. Erachteraan. No, Daddy, no. Don't hurt me. Stop. Please stop, Daddy.
your own good. That's enough! Leave her alone. What the fuck are you doing? Get out of here. That's an order. You hear me? No. I want you to leave Alice alone. You want? What do you mean you want? You don't want anything. You're just a goddamn piece of plastic. I think you got a problem. Nou, vriend, dan jij een probleem hebt, vriend. Ontwijk het. Go. Watch out, Kara. Kom goed. Come here, bitch. Hey, vriend. Jij komen hier zo praten tegen mij? Go, go, go. Oh. Trappen weg. Go. Ja, goed zo. Nee. Nee, 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 vriend. Dat gaan we niet doen. Go. Vluchten. Go. Pak haar. Pak Alice en ren. Ren weg. Nee, nee, nee. We gaan weg. Uh-oh. Wow, joh. Die vent is echt helemaal gek, joh. Uh-oh. Die vent is echt gek, hoor. Doe eens normaal, joh. Ja, vlucht. Go, 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 go. Ren. Alice, jij ook. Ja, go, 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 go. Holy knetter. Ren zoals je nog nooit gerend hebt, jong. Ja, jij in de bus. Dit keer missen we hem niet. Jij achterin. Oh. Oh. Holy knetter. We hebben het overleefd. Ik kon geen andere oplossing doen. Ik moest hem wel... Wel op zo'n manier... neerhalen, maar ik kon gewoon niet anders. Anders had hij of haar aangedaan, of hij had Alice wat aangedaan. En dat moet natuurlijk niet. We moesten haar beschermen en dat, volgens mij hebben we dat zo goed gedaan. We zijn ontsnapt. En daar gaat het om. Ik kon simpelweg ook gewoon hem laten leven en praten, maar ik denk niet dat het daar veel beter was gaan worden met Todd. Want ja, hij was al heel erg tegen androids en hij was helemaal gek, jongen. Hij werd helemaal gek. En ja, ik denk dat wij voor de video gaan afsluiten. Mocht je de video super dope vinden, dan is het zo keihard op die like knop en vergeet niet het belletje aan te zetten zodat je geen video's van me mist. En zeg ik tot de volgende keer. Bye bye, mensen.